We zijn vandaag op luchtmachtbasis De Peel, waar de oefening Thunder Challenge plaatsvindt. Dit is een oefening waarbij helikoptereenheden en grondeenheden van Luchtmobiel samen optreden. Deze oefening vindt gemiddeld 5 keer per jaar plaats en vormt een goede voorbereiding op de uitzendingen die men gaat ondervinden in Afghanistan. Thunder Challenge is een oefening waarbij eenheden van de luchtmacht, diverse transporthelikopters en aanvalshelikopters, eenheden droppen op de grond, luchtmobiele eenheden. En zij gaan in oefenvorm gaan zij in beslag nemen. Dat zal gebeuren door middel van grondgevechten, die allemaal in scène worden gezet met daarbij explosies en andere gevechtsacties. Ze zullen geresupplied worden, zoals wij dat noemen. Dat heet herbevoorraden in het Nederlands. En daarbij zullen ze op een gegeven moment weer vertrekken vanaf de locatie vanaf waar ze zijn begonnen. Het doel van deze oefening is dat we ons goed voorbereiden op uitzendingen zoals in Afghanistan op dit moment. En dit soort oefeningen zijn dus gewoon essentieel om de grondluchtsamenwerking gewoon te perfectioneren. Zodat we dus gewoon goed uitgerust en goed getraind in Afghanistan te werk kan gaan.